100% zeker dat je niet sneller kan liken voor extra geluk dan dat ik mijn telefoon erbij pak. Lastige like challenge! Ik heb een berichtje gekregen van Talking Angela en er staat in DutchTuber. Ik daag jou uit. Waarop ik zei, Talking Angela, voor wat? Voor het spel van mij en Tom. Je durft het toch niet? Stuur me de app, zei ik. Ik doe het. Doei, Talking Angela, haar ogen, enge verhalen, maar toch doe ik het. Als je wint, klop ik bij je aan. Maar toen ik dat las, werd ik echt bang. Ik bedoel, zie je het er voor je, Talking Angela, die bij mij aanklopt? Dat wil ik niet. Het is creepy. Maar let's do this. Ik heb de app gekregen. Ze stuurde een linkje en ik heb hem gedownload. Ik heb ook mijn eigen app. Download mijn app. Link bovenaan in de beschrijving. Alleen voor opperbazen. Het is een hele lastige app. Het is slimy. Je bent een kleine slime en je moet rennen. It's amazing. Oké, there we have it. Wat doe je met die bel? Tom, je bent een gekkie. Oké, dus schijnbaar zijn er verschillende soorten karakters. Angela is in het spel, Henk is in het spel, Ginger is in het spel, Ben is in het spel. Nog een Tom, nog een Angela, nog een Henk. En oh my gosh, er zijn zoveel karakters. En ze zijn duur. 11 euro voor een haai. Een haai is best cool, maar 11 euro is best duur. In ieder geval, ze hebben dus echt superveel karakters. En ik heb nog nooit een spel gezien met 1 zoveel karakters en 2 zulke dure karakters. 11 euro, 5 euro, 28 euro. Download Slimy. Mijn duurste karakter in het spel is 1 euro. Maar ik heb een taco gekocht. Dat is jouw probleem. 3,49, 5,49. Dit is echt bizar. Maar wat is dan de allerduurste van allemaal? Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar als ik dit zo allemaal zie. Oh my gosh, 44 euro. 55 euro. 110 euro. Dat zijn 30 taco's. Vergelijk jij alles met taco's? Ik wil voor mezelf de simpele regel stellen dat ik mezelf niet mag reviven. Voor de mensen die geen idee hebben wat dat is. Reviven is dat als je afgaat, dat je jezelf een tweede kans geeft. En ik hou van tweede kansen geven. Maar ik denk dat ik dat beter niet kan doen als ik daadwerkelijk de kans wil maken om Angela te ontmoeten. En Angela wil natuurlijk dat ik het in één keer goed doe. En dat is dus wat ik ga proberen. It's gonna be amazing. Het doet mij een beetje denken aan een soort van Subway server. Ik kan niet de enige zijn die dat heeft. Wat ik ongelooflijk leuk vind. Want ik bedoel, come on, je rent en je probeert niet af te gaan en niet je hoofden stoten. Iets wat mij op een of andere manier best vaak gebeurt. In ieder geval, ik vind het een amazing spel. Ik moet wel zeggen, mijn app, Slimy, is een stukje lastiger dan dit. Kijk, hier moet je alleen maar jezelf concentreren op niet geraakt worden en muntjes pakken. Maar in mijn spel gaat het om power-ups, kwaadaardige aliens en natuurlijk hele zeldzame poppetjes unlocken. Maar nevertheless, ik vind het ook een heel leuk spel. Laat in de comments weten met welke talking animal jij zou willen spelen in dit spel. Zou je gaan voor Hank? Zou je gaan voor Ben? Zou je gaan voor Ginger? Voor Ginger, Pierre of Angela. Ik zou niet gaan voor Angela, want ik weet nog steeds niet wat er met haar ogen is. Daarover gesproken trouwens, de eerste keer toen ik werd geconfronteerd met de enge ogen van Angela, dat was toen ik de allereerste Angela app downloadde. En ik heb mijzelf toen voorgenomen die app, oh my gosh, ga ik af. En ik heb mijzelf voorgenomen die app nooit meer te downloaden, maar bij genoeg likes op deze video doe ik het misschien wel. Het is zeg maar de allereerste app waarmee ook het enge verhaal eigenlijk een beetje begon. He, daar is namelijk echt te zien dat er iets in Angela haar oog zit. En het is niet fijn. Het is creepy. Maar laten we eerlijk zijn, dat is wat we willen. Enge verhalen. Oh my gosh, ik ben zo bang. Niet voor dit spel, maar wel voor Angela. Dus eigenlijk ook een soort van voor dit spel, want Angela zit erin. Ik moet zeggen, het wordt nu al een stuk makkelijker dan het... Makkelijker? Zei ik dat nou? Moeilijker! Moeilijker! Dan het in eerste instantie was. Overal zijn bussen, overal zijn treinen, overal zijn bobs die mijn eten opeten. Maar dat is meestal zo. Ja, dat klopt! Oh my gosh, we are doing amazing! Hoe ben jij in dit soort videogames? Ben je iemand die heel snel... Waarom vroeg ik iets? Oké, weet je wat? Eén keer. Ik gun het mezelf. Eigenlijk was het de regel van niet, maar ik maakte daar echt even een blunder. Kijk, een power-up. In mijn app Slimy, kleine promotie, heb je ook power-ups. Mijn favoriete is de jetpack, maar ik vind het bootje en de auto ook wel leuk. Ik hou sowieso van games waar veel power-ups in zitten. Angela, als je me hoort, bezoek me, want ik doe superveel moeite voor je, oké? Ik heb nu de belofte aan jullie gemaakt dat ik de allereerste Angela-app ga installeren, maar ik denk dat ik het misschien toch niet... ga doen. Zie je wat er gebeurt? Ik heb het over Angela en ik ga af. Het is trouwens heel laat in de avond, dus ik heb een van mijn lampen aangezet. Ik vond het een avontuur. Ik had het ook graag gezien dat Angela mij op een of andere... Bob, alsjeblieft, kijk uit dat je geen dingen meer laat vallen. Job, dat was ik niet. Waar heb je het over? Zo, ik hoorde overduidelijk een soort van... Bob, ben jij dat aan de andere kant van de deur? Dat kan toch niet? Ik zit hier voor je. Ik weet het niet. Oh my gosh. Hallo? Is daar iemand? Ja, ik zit hier. Ik heb het niet tegen jou. Angela, luister, ik heb het spel van Tom en jou gespeeld. Het was amazing. Ik heb een high score. En ik niet. Kun je één keer stil zijn? Angela?
Ik zie letterlijk iemand bewegen aan die kant van de deur. Oh my gosh. Ik zag letterlijk hier. Ja, je kunt het misschien niet goed zien, maar ik zag hier zo'n schaduw alsof er iemand liep. Hier is ooit een vlieg omgekomen. Rust. Het zal vast wel onzin zijn. Hoorde je dat, joh? Tuurlijk hoor ik dat. Wacht, ik ga het licht aan doen. Ik bedoel, Angela is een kat en katten kunnen schrikken van... Wat bedoel je daar nou weer mee? Fel licht, Bob. Fel licht. 3, 2, 1. Oh. Oh my god. Oh. Ze was hier. Ik zag... Het. You are kidding me. Oh my gosh. Een mystery bag van Crash Bandicoot. That's pretty amazing. Ik ga deze openen en laat me dit alvast zeggen. Je geeft de inhoud weg. Goed geraden. Gewoon even liken en abonneren. En een reactie achterlaten. Er kunnen er meerdere in zitten, maar welke heb ik? Kun je het licht even aandoen, Bob? Alsjeblieft. Dankjewel. Anticlimax. Let's go. No way. We hebben de bad guy. Sowieso de beste. Met een mega groot voorhoofd, net zoals mij. Like als je deze wilt winnen. Kijk hoe badass die is. Hij heeft een pistool. Please, schiet me niet. Je mag mij schieten. Nee, Bob ook niet. Hij weet niet wat hij zegt. En ik heb dit gekregen. Dit is sinaasappel Smarties. Dat is nieuw. Ik heb echt nog nooit... Ik heb nog nooit oranje Smarties gezien. Oh my gosh. Ik snap het al. Het zijn Smarties met sinaasappel. Omdat chocola en sinaasappel best populair is. Ik vind het vreselijk. Waarom eet je dat door? Omdat er chocola in zit. Chips met de smaak van braadworstsaus. Erger dan dat gaat het niet worden. Oh my gosh, deze is groot. Check dan. Het heeft wel wat weg van... Braadworstsaus? Ja. En als laatste... Dat ging fout. En als laatste deze. Angela weet wat ze me moet geven. Sour Patch is Amerikaans. En dit zijn meloentjes. Oh my gosh. Waar smaakt het naar? Naar meloen, Bob. Bob, het staat op de voorkant. En niet zomaar meloentjes. Maar hele zoete. 200 gram suiker. Bij genoeg likes ga ik de app downloaden waar het allemaal bij begon. De eerste Talking Angela met het enge oog. Ja, Bob, om te kijken of er nog steeds wat in haar ogen zit. Like voor meer en adios. Bob, serieus, je eet mijn dekbed op. Ik heb gewoon honger. Dus, DutchTuber, je gaat de eerste Angela-app spelen. Daar geloof ik nou echt niks van. Ginger, Henk, niemand durft die app te spelen. Zelfs Pierre niet met zijn grote mond. Alleen Ben heeft hem laatst gespeeld. En die zei dat er niet veel was veranderd. Dus eng is het nog steeds, DutchTuber. Als ik jou was, zou ik het maar bij Slimy houden. Je eigen spel. Oh, Ginger heeft ook zijn eigen app. Ja, maar die durf jij niet te downloaden. Angela, ik ga daar geen antwoord op geven, want ik wil eerst weten wat je met je ogen doet de hele tijd. Oh, dat doet mijn bestuurder. Wow, bestuurder. Welke bestuurder? Bob, hoorde je dat? Ja, ik hoorde het, joh. Ze ontkent het, maar ik hoorde toch echt dat ze zei, het komt door mijn bestuurder.